Yo mensen, toch, ik kijk deze video. Mijn naam is van FIFA Boy 1999. We hebben vandaag de nieuwe Rotterdam United Crane Mode met twee wedstrijden. De ene wedstrijd is tegen Stoke City en die gaan jullie nu zien. Het wordt een hele, hele spannende wedstrijd. Een mooie wedstrijd, doelpuntrijke wedstrijd. En dat gaan we nu zien. Ik zou zeggen, let's go. Na 2 minuten komen wij eruit. Feyenoord, Wilmians. Wilmians geeft hem voor. Johnston, kopbal weg. Stoke City er nu uit. Jarvis, Woods. Diof en... Stoke City nu na aanval. Wij kunnen niet verdedigen. Diof geeft hem voor. Hij geeft hem voor. Komt er een kans aan en weggekopt. Goed. Bal is toch weer voor Stoke. Nog een keer de voorzet. Nu weer op Diof en het is nu 0-1. We staan achter met 1-0. In deze wedstrijd. 18e minuut nu. Als weer Stoke City eruit gaat. Stoke City. Timon. Voorzet. Toch nog de bal weggewerkt. Niet echt goed. De bal weer terug bij Stoke. Weer de tweede kans. En een schot geblokte corner voor Stoke City. 21 minuten. En we staan 1-0 achter. We doen het niet echt bepaald prima in deze wedstrijd. Kopbal en de redding van Rodak. Wilmians en de bal klunzig weggewerkt. En zo is het de bal weer voor Stoke. Timon. Jarvis. Woods. Jarvis. Komt er een schotkans. Wij moeten gaan verdedigen. Woods. Jarvis. Saiton. Woods. Het schot komt hier. Ja, redding van de keeper. Volgende avond, de 31e minuut voor Stoke City. Tovel hier de voorzet en het is 0-2. 32 minuten gespeeld en dan komen we op een 2-0 achterstand te staan. Dit keer Focus. Met de 2-0. Wij zijn achter met 2-0. Moeten we wat terug gaan doen. Misschien nu in de 34e minuut, vlak naar de goal. Burger. Sadilek. Geeft hem. Boudou per toeval. En het is 1-2. We maken een goal. Boadu, de spits. Die zo vaak eigenlijk meer goals moet maken dan die nu doet. Doet het. Ondertussen zitten we in de tweede helft. In de 46e minuut. Als Stoke de aanval van mij zoekt. Begin van de tweede helft. Wij zitten er goed tussen. Gabbe, Chaton. Sadilek heeft hem. Sadilek geeft hem mee op Boadu. Boadu spelen weg. Hij schiet hem op afstand. En het is een prachtige 2-2. De prachtige gelijkmaker van de spits, Boadu. En zo komen we op een gelijke stand, 2-2. Na rust, 49e minuut. Goed, nu Stoke City weer misschien de aanval gaat. Wij verdedigen hem niet prima uit. Focus en het wordt hier 3-2. 2-3 om precies te zijn. Kroos komt erin voor Burger. Maar we komen op een 3-2 achterstand. En Sam Focus is de doelpunt te maken. Is de tweede in de wedstrijd. Gaan we dat weer terug doen? Ja, in de 55e minuut. Als de kans komt. Afstandsschot. En weer een prachtig afstandsschot. Van de invaller. Kroos. Die de ploeg. Die onze ploeg op 3-3 zet. Wat een wedstrijd. Wat een doelpunt de wedstrijd. Het is dit. 6 doelpunten al. In totaal alles. Komen we dan nog een voorsprong? Of blijf bij een 3-3 stand. Of gaan we toch nog met het verlies naar huis. Of gaan we met het verlies terug de kleedkamer in een eigen stadion. Of gaan we met winst nog afsluiten. Dat weten we nooit. 58 minuten nu. Als de bal bij Venner komt. Wilmians, Venner. Bal niet lekker. Bal toch nog voor ons. Zoals de United heeft hem. Toel. Robertson. Reactie. Wilmians. Pas me goed naar Verwijnen. Goede voorzet nu geven. Is het 62 minuten gespeeld. Komt er een kans aan. En een schot. En het is 4-3. Het is 4-3. En het is weer een invaller Kroos. Die de ploeg op 4-3 zit. En we staan dus op voorsprong. 63 minuten. Nog 10 minuten gaan. Gaat er nog een goal tegen goal komen. Hier. Daar rende redding in de handen van Rodak. En tussen dus in de extra tijd van deze wedstrijd. En winnen we de wedstrijd tegen Stoke City. Met 4-3. Na 2 keer op achterstand te hebben gestaan. Toch goed teruggekomen van 1-2 naar 2-2. Toen werd het nog 3-2 voor Stoke. En toen werd het 3-3. En toen kwam de 4-3. De invaller Kroos dus. We waren een keman. En gaan we op weg naar de volgende wedstrijd. Die volgende wedstrijd is tegen Bristol City.
En die gaan we ook spelen. En dan gaan jullie ook dus zien. Wordt United tegen Bristol City. En een paar aanpassingen maken. Ik neem wat jeugdige spelers mee. Misschien dat ik ze in laat vallen. En de verdediger. Die zet ik sowieso op de plek. Want Robertson is nogal wat moe. En dan gaan we gewoon de wedstrijd spelen tegen Bristol City. Ik zou zeggen, veel plezier met deze wedstrijd te kijken. Nu weer een paar aanpassingen zitten te doen. En let's go. En de wedstrijd begint. Nu. In de 29e minuut komt pas de eerste grote kans aan voor Bristol City. Wij werken hem goed weg. Sadilek, Johnson en de bal naar Burger. Burger, Boadu. Boadu, goede paas op Johnson. Dan komen wij eruit. Komt er ook een goal aan. 32e minuut. Komt er een goal. Voorzet komt er. Wilm Jens en die schiet hem voorlangs. Opnieuw de voorzet op Wilm Jens nog een keer. En de redding nu van doelman. Nee, niet de redding. Het was gewoon zijn net. 34e minuut nu. Weer de aanval met ons. Tolwol. Johnson. Harde tackle. Komt er een kaart. Er komt een kaart. Er komt een gele kaart van Johnson. Michael Johnson. Betekent dat hij de schil heeft moeten oppassen. We zijn door in de Carboa Cup. Gewonnen van de Spurs. De volgende ronde lijkt ook al makkelijk. Maar we moeten ook ons focussen op te promoveren naar de Premier League. En daar gaan we het niet redden met dit team. Hier komt Williams nog in de 38e minuut. Komt er een goal aan de kans. En de redding weer van de doelman. Hintz kan de bal gaan ingooien. 49e minuut nu. Ondertussen in de tweede helft. We werken de bal weg. We krijgen de corner. Johnson. Geeft hem laag voor. Wilmiens. Wilmiens. Geeft hem op Sadilek. Terug op Wilmiens met het schot en geblokt. En zo geen 1-0. En komt nu Bristol City misschien uit. Die komt er zeker uit. Weiman, wij moeten eraan verdedigen. Dan moet Hintz achteraan. Hintz zit er ook goed achteraan. Hij heeft hem, maar hij krijgt hem niet goed weg. Wat dan nog voor kunnen geven. Palmer. Palmer schieten. En de redding van de handen van Rodak. Nog een kwartier te gaan. Als hier Sadilek Wilmiens wegstuurt. Wilmiens dan. Nou, dan moet hij hem afmaken. Wilmiens. En het is 1-0. Met nog een kwartier te gaan. Is het Wilmiens die de 1-0 mag maken. En ze komen wel op een voorsprong. Met nog 10 minuten te gaan nu. En dan komt er nog een goal. Boadu. Wilmiens weer. Wilmiens, maar die wordt niet goed bereikt. Bal weg. Bal hier nog terug. Boadu. Het is een speler geblesseerd van Bristol City. Maar we gaan door. Bal is hier bij Sadilek. Sadilek en een heel zacht schot. 88e minuut nu. Bristol City de bal heeft. Bristol City. Pisono. En wij zitten ertussen hier. Nog één keer een aanval. Boadu. Sadilek. Geeft hem hier Wilmiens. En dan moet dit de kans zijn. De 2-0 voor het einde van de wedstrijd. Wilmiens. En het is 2-0. De man van de wedstrijd. Twee goals. Gaat weer naar het publiek toe om het te vieren. En het is 2-0. We lijken te winnen ook deze wedstrijd. Johnson gaat er nog uit in de laatste minuten voor Noble. Maar wij weten deze wedstrijd goed af te sluiten met een 2-0 overwinning. Goede prestatie voor in de competitie, voor promovering. En wij hebben weer gewonnen. Sadilek blij, de coach blij, wij blij, spelers blij. Iedereen blij, behalve de tegenstander. Kijk van de morgen weer naar de Feyenoord Career Mode. En woensdag weer naar de Rotterdam United Career Mode. Dan zeg ik, zoals altijd en zoals nu, later.